Welkom bij Pak een Groen. Ik ga zo struikroven in Zaandam. Collega Mark Ruig bezoekt een biologische plantenkweker. En je krijgt natuurlijk weer bespaartips van onze energiecoach. Ja, zoals ik zei, ga ik dus struikroven. Nou, je hoeft niet gelijk de politie te bellen. Het is een stuk onschuldiger. Kijk maar, want ze zijn echt struiken aan het roven. Wil het een beetje lukken? Ja, zeker. We hebben hem er net uit. En wij zijn inderdaad letterlijk struiken aan het roven. Maar je staat in iemands tuin. Ja, maar op dit moment zijn dit lege woningen. En wij zijn van Stichting Struikroven. En wij worden eigenlijk ingehuurd door woningcoöperaties. Op plekken waar ze gaan slopen en renoveren. En daar proberen we zoveel mogelijk al het groen een tweede leven te geven. Dus wij graven het uit. En wij doneren het zoveel mogelijk aan de buurt. Dus alle buurtbewoners, hier staat ook een mevrouw, die mogen komen. Oudbewoners die hier gewoond hebben. Mensen die soms 30, 40 jaar in een woning hier gewoond hebben. Die mogen hun groen komen ophalen en meenemen naar hun nieuwe tuinen. En zo proberen we al het groen een tweede leven te geven. Zo, lukt dat een beetje? Nou, ik heb wel hulp nodig bij de hek. Oké, ik doe het hek open. Struik doorheen te krijgen. Ja, het gaat lukken. Oh, iets de andere kant. Wat vind je van deze actie? Ja, geweldig. Je hart gaat eraan als je ziet die planten allemaal met een bulldozer eroverheen. Ja, toch? Ja. Wacht even hoor, niet te snel. Lukt het zo? Hartstikke nou, Brenda, goed. Wij gaan dus straks deze bomen allemaal planten. Ja. Een collega van mij, die heeft het beter opgezocht. Die is naar binnen gegaan, naar een biologische plantenkweker. Het doel van pesticiden, van chemische pesticiden, is kleine beestjes weren. Nou, dat doet het natuurlijk ook als het vervolgens in jouw tuin staat. Dat is wel de werking van die pesticiden. En dat is tot ergernis van Suzanne niet goed voor de biodiversiteit. En daarom verkoopt ze samen met Liedewij biologische planten zonder pesticiden. Voor een tuin vol met kleine beestjes en insecten. Bij ons worden tuinplanten buiten gekweekt. En ze worden dus zonder kunstmest en zonder chemische pesticiden gekweekt. En dat betekent dat ze eigenlijk veel meer een natuurlijke groei hebben. Dus als jij ze in je tuin zet, dan zijn het geen kastplantjes om zo maar te zeggen. Maar het zijn planten die al aan de Nederlandse winter gewend zijn. En het zijn planten waar echt geïnvesteerd is ook in het bodemleven van die plant. Dus dat je echt de plant en de wortels voedt. En dan krijg je juist hele sterke en gezonde planten van met een heel goed wortelgestel. De kamerplanten zijn helaas niet allemaal biologisch. Maar dat geldt niet voor de kasplantjes van Wietse Lek uit de Kwakel. Wij gebruiken geen chemische bestrijding. We mogen dus alleen natuurlijke bestrijding en bemesting gebruiken. Neem bijvoorbeeld voor de plantenvoeding een koemestkorrel, om maar even heel simpel te zeggen. Het ziet er in eerste instantie soms minder mooi uit. Want ze zijn niet gekweekt op hoe ze eruit zien op het moment dat jij ze koopt. Dat is niet hun hoogtepunt. Hun hoogtepunt volgt als die planten in je tuin staan. En ze zijn wat minder perfect. Ik denk dat we als wereld moeten wennen aan imperfectie. Dat hoort er gewoon bij. Maar het zijn wel planten die heel sterk zijn en waar je dus jaar na jaar na jaar heel veel plezier van gaat hebben. Nou kijk, wij hebben wel in een aantal soorten. We kweken cactus en vetplanten. We hebben best wel een hoop diverse soorten. Maar we hebben wel van een aantal soorten gewoon maar afscheid genomen en gezegd van, nou ja, als dat niet gaat, dan kweken we maar niet. En dat is natuurlijk een keuze. Moet je tegen elke wil en weten in alles willen of kunnen maken? Ja, dat is natuurlijk ook nog een vraagstelling. Wat wij proberen te doen, dat is bij de kamerplantenkweek nog veel moeilijker dan bij de tuinplantenkweek, is zo'n groot mogelijk biologisch assortiment aanbieden. Dus we hebben wel van de plekken in Nederland waar je kamerplanten koopt het grootste biologisch assortiment. Maar het is niet een 100% biologisch assortiment. Ik hou wel een beetje van seizoenen en seizoenproducten. En ik denk dat daar wel een basis ligt in als we het over duurzamer ondernemen hebben. Als je iets meer blijft bij de basis waar het hoort qua seizoen, dat je dat een beetje in oog op schouw houdt. Dat ook vaak het telen makkelijker gaat. Moet je idealistisch zijn om dit soort dingen te doen?
Ik denk dat dat wel een hele grote drijfveer is. Ja, ja, want ik bedoel, er zijn voor mij een miljoen momenten, of nee, niet een miljoen, maar er zijn heel veel momenten geweest dat ik dacht, ik zie het niet meer zitten. Dit is te moeilijk, we moeten het niet doen, het gaat niet lukken. En als je dan dus idealistisch bent, dan denk je aan een missie en dan zet je door. Ik denk, als je niet idealistisch bent, dan denk je op een gegeven moment, ik heb er zoveel tijd in zitten, ik heb er al mijn geld in zitten, ik ben moe, ik kan niet meer, ik denk dat het niet gaat lukken. Ik ga gewoon weer lekker een baan zoeken. Natuurlijk zijn we in productie wel wat duurder als gewoon standaard gangbaar. Dat komt ook omdat wij gewoon meer de tijd nemen om ons product gewoon mooi groot en stevig te laten worden. Wij proberen hem niet op te jagen. Deze is nu 2,5 jaar oud. Zou misschien ook een 1,5 jaar kunnen. Maar ja, dan heb je wel echt gewoon op een top chemie nodig. Hoge temperaturen. Ja, dat zijn dingen waar wij niet voor kiezen. Wanneer is Sprinkler geslaagd? Ik zou zeggen, als meer dan de helft van de verkochte tuinplanten in Nederland biologisch zijn, ben ik wel echt heel erg tevreden. Maar ik denk wel dat het nog heel lang gaat duren, als ik heel eerlijk ben. Oh, hallo. Zo. En wat vinden de buren ervan? De meeste mensen vinden het hartstikke leuk, vooral in het voorjaar. En dan komen al die bloemen en de kleurtjes, vooral die vergeetmenietjes, die zijn zo mooi, die blauw. Dus dit buurtperkje, dat zorgt ook voor verbinding? Dat is zeker zo, toen de corona was. Niemand durfde met elkaar weten, dus af en toe had je een babbeltje vandaar afstand bij de perkje. Dat is echt heel leuk geweest, want iedereen zat binnen. Ja. En dat was eng. En ook eng om met iemand te praten en zo. Ja. Maar door de perkje had je die afstand. 1, 2. Ik laat je maar alles alleen doen, hè? Ja, je wil niet vies worden, zeker. Nou, kijk. Nou, is dit wel diep genoeg, denk je? Is toch goed ja, zo? Ja, de wortel zit erin. Zo. Zo. Zullen we even een kop thee of zo gaan drinken? Ja, dat is wel lekker, ja. En dan doen we de rest later. Is goed. Oh, je woont wel lekker dichtbij. Ja, zeker. Oh, kijk, dit hebben de buren allemaal geroofd. Ja, leuk, leuke dingen hebben ze mee. Ja. Prachtig. Ik heb mooie bloemetjes van de zomer. Hoppatee. Zo. Nou, lekker welkom. Warm. Laarzen welkom. Uit, denk ik. Dank je. Ja. Nou, lekker. Ja. Dat hebben we wel verdiend na het struikroven. Zeker. Ja. Nou, ik heb nog iets bij mij voor jou. Dat kon ik natuurlijk net niet buiten doen. Ja. Dit is de kledingruiltas. Ken je dat? Daar heb ik iets van over gehoord. Ja, dat is ook heel duurzaam. Jij haalt er iets uit en je stopt er straks weer wat in. Ja. En jij mag nu iets uitkiezen wat je ook echt mag houden. Hartstikke leuk. Dat is mooi. Ben ik een beetje te dik voor. Schotse trui voor een dat Ierse. Dat past mij wel. Dat hoef ik niet eens te passen, maar die past mij wel. Het is ook van Ierland een beetje die patroon. Dat vind ik leuk. Maar dan hoeven we niet uit te kleden voor de camera, toch? Nee. Dat doe ik ook niet, hoor. Nou, jij mag straks eventjes aan ons laten zien hoe die trui staat. Ja. Maar eerst advies van onze energiecoach. Wat is je belangrijkste reden? Is dat meer gasloos, energie-neutraal, milieu, geld, comfort? Milieu, zeker naar de toekomst toe, voor die kleine, wil een goed voorbeeld zijn. We willen heel graag vloerverwarming. Dus dan kunnen we mogelijk ook naar een ander verwarmingssysteem. Maar dat kan pas als die unit eruit is. Mm-hmm. Nou ja, die gevel willen we ook uit hebben. En gaan jullie meteen voor driedubbel gas? Ja, dan wel. En hebben jullie dan waterbesparende douchekop? Nee, hebben we niet. Het enige ding wat ik echt 's ochtends heb om lekker rustig wakker te worden, is gewoon even douchen. Ja. En dat is gewoon mijn moment van de dag. Dus ja, dus dan is het toch echt. Is die douche toch echt wel heel relaxed. Kattenluikjes zijn trouwens ook altijd wel een behoorlijke. Ja. Ja, dat weet ik. Er is geen andere optie. Ik zie wel wat schimmelvorming. Ja. Standaard 's morgens bijvoorbeeld gewoon doorluchten. Ja. Dat alleen de lucht ververs wordt, vervangen wordt. Ja. En niet dat de muren afkoelen. Dus dat is een beetje lastig omdat er al pur zit. Hij is niet heel erg diep.
En het is een beetje vochtig. Net zoals in de badkamer, zeg maar. Dus na het douchen, alles weg in het putje doen. Zodat niet de ruimte allemaal vochtig vocht. Ja. Ik zie hier ook best wel veel schimmel. En de binnenkant? Kijk maar, hier. Ja, oh ja, dat hebben we niet gezien. Ja, dit is op zich goed te isoleren. Ja. Dus dat is een microfilter? Ja, dit is een filter voor microplastics. Ja, daar word je blij van, Peter. Ja, dat is zeker. Hartstikke goed. Ja. Ja. Die kende ik ook nog niet. Nou, muurisolatie zou ik zeker toch aanbevelen. De ramen hiervoor. Ja. Dit is natuurlijk een grote pui. Dit heeft een isolatiewaarde van best wel weinig. Als je die vervangt, zul je wel meteen een groot effect hebben. Ja, precies. Wauw, die is voor je gemaakt? Ja, heel ik ben mooi. Er heel blij mee. Ja? Ja. Het is natuurlijk een ruil. Ja. Heb jij ook iets terug voor de tas? Ik heb zeker iets terug voor de tas, tuurlijk. Ik heb hier een paar mooie leren laarzen. Wauw. En ze zijn eigenlijk, denk ik, nauwelijks gebruikt, zie je. Maat 40, echt leer. Wauw. En een jas voor de lente. Ja, de kleur is fel. Sommige mensen houden van felle kleuren. Dus, en die is ook één keer gedragen. Dus die is bijna nieuw. Ik heb hem één keer aan gehad. Nou, het gaat in de tas. Alsjeblieft. Voor de volgende. Ja, toch. En ik hoop dat ze er blij mee zijn. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, ben jij ook een bewuste consument of ondernemer? Mail ons dan. pakandoen@nnamedia.nl. Nou, super. Echt, hou je hem aan? Ja, ik hou hem aan. Het is lekker warm. Ja, voor zo'n dag. Ja, toch. Ik ga even zitten.